Op 27 december bestaat mijn YouTube-kanaal 1 jaar. Ik heb al heel veel lieve comments gekregen en daar ben ik jullie echt heel dankbaar voor. Op 1 jaar heb ik 154 abonnees kunnen bereiken. Eigenlijk vrij slecht, maar dat maakt niet uit. Maar even serieus mensen, welkom in deze video. En in deze video vier ik 1 jaar bestaan van dit kanaal eigenlijk. Ja. En dit kanaal bestaat nu 1 jaar, maar voordat ik ga zeven over mijn kanaal, ga ik met de Q&A beginnen. Dus let's go. Dus de eerste vraag. Ik lees hem hier nu voor. Q&A. Wafels of pannenkoeken? Ja, bedankt voor uw vraag. En ik vind deze eigenlijk best moeilijk eigenlijk. Maar als ik moet kiezen, zou ik toch gaan voor pannenkoeken. Want pannenkoeken eet ik veel meer. En eet ik misschien toch ook, ja, iets liever eigenlijk. De tweede vraag. De tweede vraag is Q&A. Waarom upload jij niet meer zoveel? Waarom zeg Q&A erbij? Maar ja, ik upload niet meer zoveel. Eigenlijk omdat ik gewoon ben. Ja, ik ben gewoon, dat is de waarheid. Vraag 3. Q&A. Of eerst, wacht. Leuke videoglitcher. Dank u. En dan nu de vraag. Q&A. Heb jij leuke cadeautjes gekregen? Wat ik allemaal heb gekregen. Ja, ik heb eigenlijk wel best leuke pakjes gekregen. Ik heb Steamkaart gekregen. En nog allemaal wat dingen van Star Wars. Dus ja, dat was de dichtste voice crack van mijn leven. Maar ja, dat heb ik dus allemaal gekregen. De vierde vraag. Q&A van Dossi. Laat deze Dossi uploaden op je channel. Hij is echt nice. Wie is Dossi? Nee, even serieus. Maar ja, hij komt gewoon op mijn channel. Hij heeft al verraden. Dus ja, goed gedaan, Jorn. Duimpje omhoog. Dus ik heb hier de volgende vraag en die heeft een vriend doorgestuurd via chat. Ik weet ook niet waarom via chat, maar hij heeft het gedaan via chat. Dus dan antwoord ik het gewoon ofzo. Ja. Dus de vraag is Q&A. Denk je aan stop met YouTube? Af en toe denk ik zo wel eens van waarom doe ik eigenlijk nog voort met YouTube? Maar dat ik kan stoppen? Nope. Dat gaat nog lang duren voordat ik ga stoppen. Maar you never know. De volgende vraag en ook de voorlaatste vraag is Q&A. Stel je buurmaandjes voor. Ik denk niet dat deze Q&A gaat, maar ik wil dat wel eens doen in een video. Maar moet ik ook wel eerst toestemming van hen hebben natuurlijk. Dus ja, maar ik wil dat zeker wel eens doen. De laatste vraag. De epische vraag. Deze is van Adam. En Adam vraagt, snuif suiker. Let's do this. Yeah, let's do this, you know. Because I have swag, I gonna snuif suiker nu. En mama, als je dit kijkt, ik heb het al opgekust. Dus, let's do this. Maar ik zag dus ja, achteraf in de opnames tijdens het editen had ik dan gezien, ja, dat je dan niet kon zien hoe ik suiker snuifde. Maar ik denk dat jullie ook wel zo al genoeg ja, beeld hadden. Maar ja, ja, dit was dan de video van de 1000 abonnees en 1000 was ik. Ik bedoel van. Ik weet ook niet hoe de fuck ik kom aan 1000, maar. Dus, ja, van mijn 1-jarig bestaan van mijn YouTube-kanaal. Hopelijk mogen er nog heel veel ijsbergjes bij komen. Dus van deze vier leuvers, een blauw duimpje. Abonneer! Zeker doen! En, ja, tot de volgende keer.